75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht. In 1944, nu 75 jaar geleden, gaan de eerste vrouwen aan de slag bij de Nederlandse krijgsmacht. U staat aan het begin van een ontzaglijke taak en gij gaat een buitengewoon mooie roeping volgen. Gij toont de saamhorigheid met Nederland. Nederland krijgt dat jaar 3 vrouwenkorpsen. Het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Op 29 mei vertrokken met het motorschip Willem Ruis 45 meisjes van het vrouwenkorps naar Indië. Het vrouwenhulpkorps van de landmacht en de marine vrouwenafdeling, de MARVA. Hey, Mieke, hoe gaat het met jou? Ach, zo'n gangetje, ik werk op kantoor. Maar jij zegt, nog steeds bij de MARVA. Nou, ik snap niet wat je erin ziet, hoor. Nou, dat is geweldig. Anders was ik er heus wel mee uitgescheiden. Deze pioniers, avonturiers en wegbereiders werken als verpleegkundigen, typisten of boekhoudster. Ze mogen nog geen gevechtsfuncties vervullen. In 1951 wordt de MILVA opgericht, de militaire vrouwenafdeling van de landmacht. In de kampen krijgen de meisjes een opleiding die zo heel in het begin als links nog wel eens rechts is, zeker niet meevalt, maar die toch altijd genoeglijk is. Want blijf nog maar eens ernstig bij zo'n foutje. Een jaar later krijgt de dan al bestaande MARVA de status van beroepskorps. In 1953 bepalen de Verenigde Naties dat vrouwen volledig inzetbaar moeten zijn binnen de krijgsmacht. Vrouwen hebben nu het recht in overheidsfuncties op gelijke voet met mannen te werken. Nederland is het enige land dat geen enkele uitzondering maakt voor de krijgsmacht. Pas 25 jaar later worden vrouwen toegelaten tot de opleiding tot officier of onderofficier. Samen, maar toch ook weer niet samen, komen de mannen en vrouwen binnen. Er zullen vrouwen zijn die sneuvelen, er zijn er die het redden. Maar dat geldt ook voor de mannen. En nog eens 3 jaar later, in 1981, heft de Nederlandse krijgsmacht de aparte vrouwenafdelingen op en is de integratie van vrouwen binnen de krijgsmacht een feit. We schieten met scherp, niet afwijkend van vorige keren natuurlijk. Denk daarom na bij iedere handeling die je doet. Vragen? Oké. Serie 1 blijft hier, de rest opstellen achteraan. Nederland krijgt een actief beleid om vrouwen beter voor de krijgsmacht te werven. Vrouwen gaan nu ook operationele en technische functies vervullen. Ze gaan vechten, varen en vliegen voor de krijgsmacht. En worden uitgezonden naar missies in Bosnië, Irak en Afghanistan. 1 voor 1 bereiken deze vrouwen functies die nog nooit eerder door een vrouw zijn vervuld. In 1991 krijgt Nederland de eerste vrouwelijke F-16 vlieger. Ook komen er vrouwelijke commandanten op schepen, vrouwelijke generaals en kunnen vrouwen intreden bij de infanterie en het korps mariniers. Na 75 jaar staat het buiten kijf dat de bijdrage van vrouwen de kwaliteit van de inzet van de krijgsmacht in binnen- en buitenland verhoogt. En daarom is niet alleen het werven, maar ook het behouden van vrouwen belangrijk. Onze veiligheid is niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Nederland heeft zowel mannen als vrouwen hard nodig om te kunnen blijven beschermen wat ons dierbaar is.